In dit fragment uit de animatiefilm Ice Age valt als eerste de prehistorische eekhoorn Scrat in beeld. Daarna stuit het onverwachts het nootje waar hij achteraan zat op zijn kop. En op het moment dat Scrat denkt dat hij en het nootje eindelijk veilig zijn, stampt ineens een onoplettende mammoet in beeld. Zowel de mammoet als Scrat en het nootje zien we als kijker niet op tijd aankomen, omdat het camerabeeld op een vast punt staat gericht. Hierdoor zien we niet wat zich buiten het kader afspeelt en dit draagt dan ook bij aan het grote verrassingseffect van de scène.